jongen. En bak veel schoenen. Ja. Je merkt wel dat hier 5 mannen wonen. Nou, dat vind ik dan wel onaardig. Ik zit zo vol al. We hebben een prinsessenkamer van je kamer gehad. Oh, hey, dat had ik nog niet gezien. Hey, we hebben echt gigantisch veel vragen van kinderen gekregen. Volgens mij is het het meeste ooit geweest. Echt waar. Oh, yes. Ja. Mijn vraag voor jullie is, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Groetjes uit België. Nou, hoe groetjes, hebben wij elkaar groetjes leren. Terug ja. Naar België. We gameden eerst alleen samen. En toen, inderdaad, toen sprong de liefde over toen we elkaar voor het eerst in het echt zagen. Ja. Stapelgek. Meestal gamers komen nooit zo ver, maar op een of andere manier. We zijn uit ons hol gekropen. Ja. En toen leerden we elkaar kennen. Nou, en nu zijn we onafscheidelijk. Nee, want er mist er één, hè? Ja, maar die is heel klein, dus die zie je nu niet. Mijn vraag voor de banksters is, hoe zijn ze allemaal eigenlijk begonnen met YouTube? En op een gegeven moment hadden we van, ja, gamingvideo's zijn leuk en we vinden het leuk om met elkaar op te nemen. We willen eigenlijk ook, zeg maar, video's niet gaming opnemen. Dus toen besloten we om het kanaal Banksters te starten. En toen zijn we daarop, zijn we dan met z'n allen video's gaan maken die niks met gaming te maken hadden, maar met, meer gewoon met ons als vriendengroep. En dat vonden mensen heel leuk. En terecht ook, want wij zijn ook heel leuk. Ja, grappig ook. En grappig ook. En dan mag. En knap. Nou. Nee, ik denk dat wij wel echt een soort gemiddelde vriendengroep zijn waar iedereen zich in herkent. Dat wel, ja. Wat jij met je vriendengroep hebt en die chemie en dat je altijd een beetje aan het dollen bent met elkaar. Ik denk dat mensen dat herkennen in ons en dat ze dat zo leuk vinden. Gewoon hele normale jongens. Nou, dat is. Hey, bankzitters, hoe is het nou om een huis te delen met je beste vrienden? Samen met je vrienden is het leukste wat er is. En ik kan iedereen die dat later wil, zeggen, doe het. Het is de mooiste tijd van je leven. Je hebt een soort van altijd plezier, vooral in deze tijd. Je vrienden zijn niet heel ver. Het is wel dat je op de duur, in de loop der tijd, wel ergernissen krijgt aan het huishouden. Zie je die pizzadozen daar staan? Allemaal van Robbie. Zie je teennagels daar onder? Onderbroeken in de kamer. Je bent met je vrienden, je woont samen. Je werkt samen. Heb je dan niet het gevoel dat je altijd aanstaat? Dat het altijd gefilmd kan worden? Ja, je komt wel eens in je ochtends als je net uit bed bent, de keuken binnen, staat er een camera op je en dan is een of andere rotprank hebben jullie weer voorbereid. Wat is dit, man? Maar dat hoort er wel bij of zo. Als je daar niet tegen kan, dan moet je inderdaad mee stoppen, denk ik. Ja. Dan is het ook niet echt voor je weggelegd of zo. Wat vinden jullie persoonlijk de leukste video die jullie hebben gemaakt? Oeh, dat is een vraag. Video. We hadden bijvoorbeeld dat wij vorige week in de sneeuw gingen spelen. En toen gleed Koen zonder slee van de heuvel af. Wat doe je nou? Ja. En toen daarna zat hij helemaal onder de hondenpoep. Vol door de stront gesleept. Kijk dan, joh. Kak! Je bent dus, ja... Ik ben echt vol door de stront gegaan. Ja, en hier ook. Oh! Jullie hebben best wel veel fans. En veel van die fans zijn kinderen. En die maken ook fanaccounts. Daar gaan we vandaag over. Oké, okay. Nou, dat kan niet wachten. Wat vinden jullie van alle fanaccounts? Kusjes! Het is wel leuk altijd. Vooral als mensen grapjes over ons maken. Ja, dat vind ik echt leuke fanaccounts. Die gewoon meegaan in onze flow van elkaar een beetje belachelijk maken. Toch zijn jullie niet altijd aardig voor kinderen. Oh, God. Allemaal kutkinderen die hier wonen ook. Oké, Zij stonden eerst hier aan de deur aan te bellen de hele tijd. En toen vroegen wij van, hey, we willen opnemen, kunnen jullie weggaan? Toen gingen ze naar schreeuwen, toen vroegen we het nog een keer. Toen gingen we daar opnemen, toen waren ze daarin gelopen en gingen ze er weer doorheen schreeuwen. Maar ja, ze zijn toch gewoon fan? Ja, maar dan moet ik zeggen... Dat moet je niet bekend worden. Inderdaad, we maken hier video's, dus we werken hier, maar we leven hier ook gewoon. Thuis is wel gewoon een soort van thuis. En dat, ik vind dat soms dat mensen daar niet helemaal door hebben. Maar het is dus niet zo dat jullie een hekel hebben aan kinderen? Nee, tuurlijk niet. Nou... Als kinderen ja, op straat naar ons toe komen, wil je altijd even een grapje met ze te maken. Dat doen we altijd wel. Naast het YouTube-kanaal samen, bankzitters, hebben jullie ook allemaal een eigen YouTube-kanaal? Klopt. Of allemaal jullie eigen YouTube-kanaal zelf houden en niet in de bankzitters, of in de bankzitters en niet meer jullie kanaal houden? Jullie moeten kiezen. Dit is echt moeilijk. Ja. Ik weet het wel. Ik zou denk voor bankzitters gaan. Oh, ik zou ook voor bankzitters gaan. Ik zou voor mezelf gaan. Ik ga ook voor mezelf gaan. Jullie hebben gewoon meer volgers. Ja, we hebben als enige meer volgers dan bankzitters. Ja, misschien heeft dat ermee te maken. Wat een egoïste jongen. Hoe zien jullie er zelf over 5 jaar? Zijn jullie dit dan nog steeds aan het doen? Dat is wel leuk, hè? We hebben het zelf ook wel gewoon af en toe over, inderdaad. Klopt. Ik hoop wel dat wij over 5 jaar nog iets doen. Ja, daar ga ik wel uit. Ja, dat wij nog wel samen zijn. Ja. Ik weet niet wanneer door de poep glijden nog leuk is als je boven de 30. Dat maakt wel leuk, hoor. Hij de poep glijdt, maakt niet uit, al ben ik 80, vind ik dat nog steeds prachtig. Oké, dit lijkt me een mooie afsluiting. Dank jullie wel voor dit interview. Graag gedaan. Leuk dat jullie er waren.